Hi, leuk dat jij op mijn kanaal terecht bent gekomen. Als jij op deze video hebt geklikt, vraag je jezelf waarschijnlijk af: hoe laat ik mijn billen groeien nu de sportschool dicht is? It is possible. En wil jij nou weten hoe ik mijn billen heb laten groeien tijdens de lockdown? Blijf dan deze video kijken, want ik verspil al mijn tea met jullie. Ik speel al mijn tea met jullie. Cheers, honey! Fit by Rocks. Fit by Rocks. Fit by Rocks. Fit. Fit by Rocks. Fit by Rocks. Fit by Rocks. Hi guys, welkom op mijn YouTube kanaal. En voor als je nieuw bent, ik ben Roxanne en ik maak content over fitness en voeding. En vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En in deze video vertel ik jullie alles over hoe je die billen toch kan laten groeien nu de sportscholen dicht zijn. Want ja, it is possible. Het gaat een beetje een lange video worden en een video die jullie waarschijnlijk nog niet van mij gewend zijn. We gaan namelijk zitten en praten. Tussendoor zal ik wel wat beelden invoegen, zodat jullie een beeld hebben van waar ik over vertel. Maar pak een kopje thee erbij. En maak aantekeningen. Dan gaan we nu beginnen met de video. Oké, het eerste punt waar ik met jullie over wil kletsen in deze video is voeding. Voeding is namelijk super, super, super belangrijk bij het opbouwen van spiermassa. En ja, als je billen wil trainen en dus grotere billen wil krijgen, ben je bezig met het opbouwen van spiermassa. Er is één manier om aan te komen, dus aan te komen in spiermassa, en dat is een calorieoverschot. Dat wil zeggen dat je meer calorieën binnenkrijgt dan je daadwerkelijk verbrandt. En ik ga jullie nu uitleggen hoe dit precies zit. Hoeveel calorieën jij binnen mag krijgen, dat hangt af van verschillende factoren. Het hangt af van je leeftijd, je lengte, je gewicht en hoeveel je beweegt. Dus het is per persoon verschillend hoeveel calorieën je binnen mag krijgen. Wil je nou voor jezelf uitrekenen hoeveel calorieën je binnen mag krijgen, dan kan je op de link hier beneden in de beschrijvingsbox klikken. Dan kan je het voor jezelf uitrekenen. En dan weet je ongeveer hoeveel calorieën je binnen moet krijgen. Wil je die billen laten groeien? Wil je dus in spiermassa aankomen? Wil je dus een klein beetje over je caloriebehoefte heen gaan? En dat is ongeveer 200 tot maximaal 500 calorieën eroverheen. Wil je nou zo min mogelijk in vetmassa aankomen? Zou ik je zeker aanraden om dus maar minimaal 200 tot 250 calorieën over je caloriebehoefte heen te gaan. Verder zijn je calorieën zijn onderverdeeld in drie macro's. De macronutrients. Dat zijn vetten, eiwitten en koolhydraten. En ook deze drie zijn persoonlijk hoe het voor jou verdeeld is. Ik ga ze alle drie kort behandelen. Oké, we beginnen bij eiwitten. Eiwitten vind ik persoonlijk de belangrijkste macro, omdat je deze nodig hebt voor je spieropbouw en je spierherstel. Tijdens het trainen maak je namelijk kleine scheurtjes in je spieren en deze moeten hersteld worden. En die zorgen dus dat je spier boller en groter wordt. Dus deze zorgen voor de massa. Deze scheurtjes in je spier herstel je door middel van eiwitten. Dus je moet genoeg eiwitten binnenkrijgen, wil je dat deze spieren groeien. We gaan het hebben over koolhydraten. Koolhydraten zijn namelijk de energie voor je spieren. Dus wil jij tijdens het sporten genoeg energie hebben, heb jij ook die koolhydraten nodig. Dus ik persoonlijk zou het niet aanraden om je koolhydraten helemaal te skippen uit je dieet. Want je verbrandt je koolhydraten tijdens je trainingen. En de derde zijn vetten. Ook vetten heb je nodig, want van de juiste vetten kan je ook juist afvallen. Ik zou je wel gewoon aanraden om juiste vetten binnen te krijgen, zoals avocado, ongezouten noten zoals amandels of walnoten en bijvoorbeeld olijfolie, maar niet te veel. Dus wel alles in mate, maar ja, dat geldt voor alles. Okay. Het tweede punt waar we het over gaan hebben zijn trainingen. Kijk, sport je nou al lang en sport je in de gym bijvoorbeeld met zware gewichten, zoals wat ik deed, dan snap ik dat dit, de lockdown en het sluiten van de gyms, best demotiverend kan zijn. En om eerlijk te zijn,
is het ook heel moeilijk om in deze periode dan echt billen op te bouwen. Omdat je lichaam al gewend is aan het gewicht wat je gebruikte. En ja, waarschijnlijk heb jij thuis niet 120 kilo aan gewicht te liggen. Of misschien nog wel meer als jij meer gewicht tilde. Dus ja, een bil opbouwen wordt vrij moeilijk. Maar wat wij in deze situatie kunnen doen, dus de dames die al hard gingen in de gym, is die billen onderhouden. En dat kan je gewoon doen door middel van heel veel reps. Dus heel veel herhalingen. Korte rustperiodes houden. En gewoon vooral elke dag even kort trainen. Want ondanks dat de gyms dicht zijn, ik train nu om de dag mijn billen. En ik heb gewoon spierpijn. Dus het is zeker mogelijk. Alleen moet je wat creatiever nadenken. En bijvoorbeeld veel meer reps doen met wat minder gewicht. Ben jij nou die dame die nog niet sport en thuis wil beginnen met het trainen van billen? Is dat zeker mogelijk. Je kan namelijk prima beginnen met trainingen op bodyweight. Ik zal je boven in het i'tje alle trainingen laten die ik heb ontwikkeld die je gewoon thuis kan doen. Oké, dus begin jij net met trainen en sport je nog niet in de sportschool? Begin dan gewoon op bodyweight. Begin met 10 reps, dus 10 herhalingen en 3 sets. Dus je doet 10 oefeningen, rust, 10 oefeningen, rust, 10 oefeningen. Dus de herhalingen noemen we de reps en de hoeveelheid, dus hoe vaak je het doet, dat noemen we de sets. Keep that in mind. Oké, dus we beginnen met 3 keer 10. Wordt dat nou licht, ga dan naar 12. Dus je doet weer 3 sets, maar dan doe je 12 herhalingen. Wordt dit weer te licht, kan je 3 sets doen, maar dan met 15 reps. Dus 15 herhalingen. Wordt dit nou te licht voor je, dan raad ik je aan om gewichten aan te schaffen. Begin gewoon met dumbbells, met een licht gewicht. Wordt dit nou weer zeg maar wat te licht, doe je 3 sets, 10 reps. Dus 1 setje met 10 herhalingen, nog een setje met 10 herhalingen en nog een setje met 10 herhalingen. Wordt dit nou weer te licht, ga je weer naar 12. Wordt dit te licht, ga je naar 15. Wordt dit te licht, dan moet je je gewicht weer zwaarder doen. Enzovoort, enzovoort. Dus op een gegeven moment bouw je het op die manier op om naar steeds zwaarder gewicht te gaan. Maar je kan dus prima beginnen met gewoon lichaamsgewicht of met heel licht gewicht. Oké, het laatste punt wat ik met jullie ga bespreken is rust. Want ook rust is super belangrijk voor het opbouwen van je spieren. Mensen denken namelijk altijd dat de spieren groeien tijdens het trainen. Maar dat is niet helemaal waar. Je spieren groeien namelijk tijdens je rust. Dus als jij niet genoeg rust of dus niet genoeg slaapt, dan hebben jouw spieren niet de tijd om te herstellen en om dus te groeien. Dus let op dat je genoeg slaap krijgt, anders krijg je die billen die je wil ook niet. En het allerlaatste puntje wat we vooral niet moeten vergeten, wat super belangrijk is en vooral tijdens deze lockdown, nu we minder actief zijn, is glute activation oefeningen. Als je niet weet wat glute activation oefeningen zijn en wil je er nou meer over weten, hoe je dit doet en welke oefeningen je precies kan doen, klik dan even op de video hierboven. Daar leg ik alles uit over glute activation. Ik ga het jullie nu even in het kort uitleggen en waarom het zo belangrijk is. Onze billen gebruiken we namelijk niet altijd. En vooral nu tijdens deze lockdown zijn we wat minder actief. Je beweegt misschien wat minder, je doet wat minder aan cardio, je zit misschien wat meer. Dus onze glutes, dus de bilspieren, zijn gewoon minder actief deze dagen. Met glute activation oefeningen kan je ervoor zorgen dat je je billen meer activeert. Dus door bepaalde oefeningen, dus glute activation oefeningen te doen, voordat je begint aan het trainen van je billen, kan je ervoor zorgen dat je bilspieren meer wakker en actief zijn, waardoor je ze tijdens het trainen beter en meer traint doordat je ze dus hebt geactiveerd. Dus vergeet dit vooral niet om te doen, want het kan echt een groot verschil maken
Omdat anders ga je dus trainen met billen die niet actief zijn. Uiteindelijk trainen ze, maar met actieve spieren trainen ze meer. Dus don't forget that. En als je er echt meer over wil weten, klik dan op de video hierboven. Want daar leg ik alles tot in de detail uit. Oké, heb ik nou dingen gemist en wil je nog meer weten wat ik niet heb verteld? Laat me dan even hier beneden in de reacties weten. En dan kan ik gewoon nog een video maken waarin ik al jullie vragen beantwoord die ik dus misschien heb overgeslagen. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan niet even een duimpje omhoog achter te laten. En vergeet ook vooral niet om te abonneren op mijn kanaal voor super meer leuke content. En druk ook het belletje aan hier beneden. Dan blijf je altijd op de hoogte wanneer ik een leuke nieuwe video plaats. En dan zie ik je terug bij mijn volgende video. Bye!